Erg veel theoretisch opgeleiden in Utrecht. En ik geef toen heel weinig praktisch opgeleiden. Waardoor mijn cv niet op tijd kan worden gerepareerd. Het schijnt ook dat mensen dus met, met, zeg maar, islamitische namen... dat die ook bij, bij stages en zo niet uitgenodigd worden. Geen kansen krijgen. Ja, ik zou ook zeggen dat ik like Peter heten. Het hem, kunt u mij horen? We gaan wat vragen van de luisteraars doen. Die hebben we opgespaard. En ik stel voor dat we ze in deze aflevering zoveel mogelijk behandelen. Heb je trouwens de avonturen van Maarten met de trein door Europa gemist? Check dan eventjes de vorige aflevering. Linkje naar die aflevering in de beschrijving bij deze podcast. De eerste vraag is van iemand die zegt... Maarten, jij wordt behoorlijk vaak geconfronteerd met haat op sociale media. Met name op Twitter. Ik heb daar wel een verklaring voor, zegt de briefschrijver. Want jij ja, straalt een soort van intelligentie uit uit. En veel mensen die kunnen daar niet tegen en die worden dan heel erg boos. Een soort van verklaring van Mark Jurriens, waarom jij vaak te maken hebt met woedeuitbarsting. Nee, ik begrijp dat ik dat graag accepteer, deze verklaring van het fenomeen. Ja, Martin, ik heb wel een vraag. Je hebt het altijd over de NRC als de, als de kwaliteitskrant. Ja, ja, ja. Kun je nou eens uitleggen waar volgens jou het verschil zit met de Volkskrant? Wij lezen thuis beide, maar vinden het verschil niet zo groot, zegt Marcel Scholz. Nou, Marcel Scholz heeft daar groot gelijk in. Want die kranten die, die verschillen nauwelijks van elkaar. Je hebt, je hebt, soms zit ik, als je ergens anders bent, pak je dan wel eens een andere krant. En dan, dan heb je helemaal niet in de gaten dat je bezig bent de volkskrant te lezen. Heb je en sukken? Die kranten lijken sprekend op elkaar. Ja, ik, als je hem omdraait, ik begin altijd met de achterpagina, dan merk je het snel genoeg. Maar nogmaals, de vraagsteller heeft het grootste gelijk van de wereld. Mijn, mijn kwalificatie, de, de kwaliteitskrant is ook wel een beetje ironisch bedoeld. Omdat ze dat toch zelf altijd altijd beweren de kwaliteitskrant. De verschillen zijn marginaal. Maar dus absoluut. niet krant het Dagblad van het Noorden adverteert nu met de kwaliteitskrant van het Noorden? Oh, de See, het, heeft, het heeft school gemaakt. dat idee van de kwaliteitskrant heeft school gemaakt. Ja. Maarten, wat betreft jouw televisiesucces? Ik, heb, ik ben 45 en ik herinner me nog dat Maarten vroeger op de tv met toen nog slechts twee zenders kwam. Hij had hetzelfde aura over hem als Sinterklaas. Hij zei dingen die andere <laughs> grote mensen niet zeiden op tv. En hij was ook niet bang om een mening te geven die haak stond op wat er uh, verwacht werd. Kinderen slaan aan op eerlijkheid en prikken zo door nepperij heen. Heel fijn dat Maarten dat altijd heeft vastgehouden, zegt deze vragensteller. Ja, ook, ook hier kan ik het. Uh, ik ben graag bereid om het nog eens te onderstrepen. Ja. Ik heb het altijd fijn werk gevonden. Vanaf het allereerste moment dacht ik dat is hartstikke leuk. TV-werk. Ja. ja. Maar daar zit natuurlijk ook een beetje in wat je ook in de collegezaal doet, namelijk kennis overdragen, alleen dan op een andere manier. Ja, en het, ik, 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 ik wil wel toegeven dat, hoewel ik van nature een, een verlegen kind was, dat ik het zeker. Eh, dat, dat ik optreden wel leuk vind. Dat ik wel een, wat wat. Dat je, ...dat je ook wel op een of andere geheimzinnige manier buiten jezelf kunt treden. Ja. Ik geloof dat ik wel eens mijn eerste spreekbeurt ooit was bij het 50-jarige huwelijksfeest van mijn grootouders. Die was toen een jaar of zestien, schat ik. Nou, ik moest, omdat ik de oudste kleinkind ben, moest ik spreken. Ik ben nog nooit in mijn leven zo lang zo zenuwachtig geweest. Het was verschrikkelijk. Ik heb ook verschrikkelijk slecht gesproken. Maar in het algemeen, later natuurlijk, kijk, ook voor spreken geldt in, in, in hoge mate. Je hebt, hoe heet die Pivok weer, die Amerikaanse schrijver van populair wetenschappelijke boeken. Eh, dat, dat bekende idee van 10.000 uur oefenen. Dat, ik denk dat hij daarvan een belangrijk gedeelte in gelijk in heeft. Kan nou niet op zijn naam komen, maar je hebt het zo gevonden. Eh, maar moet, je moet wel een zeker talent hebben. Als je helemaal geen talent hebt, dan kun je 20.000 uur oefenen en dan wordt het nooit wat. En ik breek toch, zeker bij het, bij het college geven, breek ik daar wel een zeker talent voor te hebben. Als je dan eens 10.000 uur oefent, want ja, ik heb, ik heb 27, weet ik het, 37 jaar. Hoe lang eigenlijk? Heb ik college gegeven natuurlijk. Elke week, meestal twee keer. Ja. En heb je het idee dat er toch zou tegenwoordig minder bellen? Ja, de laatste tijd zeker minder, maar ze bellen nog wel eens. Ik kan niet altijd, maar ik denk wel dat het een stuk minder is geworden sinds ik voorspelde dat Poetin het niet zou doen. Want ze denken... En misschien ook wel omdat ik, toen ik daarna een keertje was, enorm geïrriteerd raakte over het feit ja, dat ze dingen beloven die ze niet waarmaken. Dat is stront vervelend. Ja. Dus jij denkt echt dat de talkshows denken, die Maarten, daar zijn we wel klaar mee. Ja, dat denk ik wel. Ja, nou heb, dat dat, dat verschijnsel heeft zich al jaren geleden voor het eerst voorgedaan. Toen had je ook iemand, een van die, van die redactiechefs van die talkshows. Ik denk ook de, de hoe heet het? De, 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 Pauwen Witteman was het niet, daar had ik niet over te klaar. Maar wat daarna kwam. En toen zei die redactiechef, ik ben zijn naam vergeten, ja. Nederland was volledig uitgekeken op die volossum. Wie het dukt, dat was nu de man. Dat was de man. Dat is wat de mensen wilden horen. En ik moet je zeggen, ik heb toen gedacht, zal ik daar nou op reageren? Want het is in zoverre wel vrij eigenaardig dat deze zak tabak, op wie Nederland volledig is uitgekeken, dat hij aan twee televisieprogramma's meewerkt. Namelijk de slimste mens en een programma met zijn broer en zijn zus. En als wij nu even naar de kijkcijfers kijken, moeten we constateren dat naar beide programma's aanzienlijk beter wordt gekeken dan naar die talkshow, waar mensen ik, ik volledig schoon genoeg van mij hebben gekregen. Dat stak mij wel en tegelijkertijd dacht ik: Dit is typisch weer mediagelul. Je moet je dat. Mensen, mensen zijn natuurlijk sowieso altijd geneigd om hun persoonlijke mening te generaliseren en te veronderstellen dat iedereen er zo over denkt. Ja, want recent zijn Gerard Ik denk ook dat niemand ooit begrepen heeft. waarom de slimste mens zo succesvol is. Nee. Een nou ja, spelletje. Dat doet het altijd goed, toch? Die is natuurlijk een leuk spelletje. Het Rad van Fortuin was ook populair. Het Rad van Fortuin, ja. Dat, dat, is, uh, dat is toch met dat. met Hans dat van de Toon? Zo'n ticket. Zo ticket Gaan ja, uh, En dan moest rat. je klinkers kopen. Klinkers kopen. Dan moest okay. je woorden raden of een zin raden. Oké. Okay. Mijn, mijn algemene indruk is bij het mediawerk. is dat er een soort. soort een soort lange golfslag in licht. Dus soms ben je een tijdje uit de mode en dan ben je weer een tijdje in de mode. Het, eh, vaak slecht voorspelbaar, er is geen goede reden waarom, maar zo gaat het ongeveer. Ja. Ja. En mijn, mijn, mijn voordeel is natuurlijk altijd geweest van het allereerste moment dat ik ook iets anders had. Namelijk dat ik gewoon een keurige betrekking bij de universiteit had. Ja. Ik ben er nooit afhankelijk van geweest. Nee. Waardoor je dan ook wat losser tegenover kunt staan. Goed, grote kans nu uh, Trump weer in het nieuws is dat ze jou weer bellen. Omdat ze natuurlijk zeggen, oh ja, in de map Amerika komen er naam van ik Rossum. Ik weet er niet, er zijn volgens mij tegenwoordig zoveel Amerikanisten dat, dat ik weet. Ja, niet. dat klopt. Maar ze zeggen wel, maar is de beste. Die, die het liefste. Ja, dat hebben ze gezegd. Want ze zeiden, Charles Groenhuizen, die is presentator, maar die, wordt, die laat zich tegelijkertijd ook interviewen als uh, Amerika-deskundige. Omdat hij natuurlijk daar gewoond heeft. Dus hij heeft wel enig recht van spreken. Ja, het was wel interessant. Dat was mijn definitie, was als je Bill Clinton uit de verte had gezien, ja. dat je dan al een hele, een hele piet was in het land hè, van de amerika deskundigen ja. Bovendien is iedereen natuurlijk tegenwoordig amerika kunnen. want zoals je weet, je hoeft, als je je toetsenbord normaal kunt bedienen, dan kun je op alle Amerikaanse kranten lezen, je kunt al het Amerikaanse nieuws volgen, uh, ja. je, je, kunt, je kunt achter je toetsenbord net doen of je er woont hoor. Ja. Hey, en Ja, Gerrit Henrik Hiemstra had het nu weer gezegd. Hè? De weerman van, van, van Rossum, die is, uh, die is. Ja, is passé. Ah, goed zo. Die weerman, maar volgens mij had dat te maken met iets wat jij over het klimaat had gezegd. Waar hij het ook weer niet mee eens was. Ja, dan je, ja, oh, hij is vrij radicaal op het punt van het klimaat. Ja. Hij heeft ook een en bedrijf daarin, ver... hè? Oh. Hij is niet, dus niet helemaal neutraal. Ik heb gezegd dat paniek geen. Eh, niet, niet een erg rationele benadering van het probleem was. En dat ik geen reden zag om, om nu al. Laten we zeggen, de vlag te strijken en te zeggen: het is te laat. Ja. Dennis van den Broek. Denk je, Maarten, dat het een tactiek is geweest van Rutte de afgelopen twaalf jaar om de dossiers maar naar voren te schuiven. om de onvermijdelijke kabinetscrisis te voorkomen? Ja, dat zou een rol gespeeld hebben. Natuurlijk, uitstel is natuurlijk in allerlei opzichten een prettig soort van leeftechniek. Heel vaak ook kun je het uitstellen en dan. Hé, je, moet, je moet een brief aan je oude tante schrijven. Je denkt, eigenlijk ja, vandaag niet zo'n zin. En volgende week had je ook al geen zin. Totdat tot je stomme verwondering krijgt, bericht is overleden. En dan denk je, nou, dat is, uh, dat is goed afgelopen. Ja, uitstel kan ook afstel zijn. Om wat voor reden dan ook. Dus ja, uh, ik, ik vind, nou, er veel over. Ik vind dat Rutte misschien vanuit hun zijn, zijn noodzaak om die coalities bij elkaar te houden. Eh, toch Nederland eh, slordig bestuurd heeft. Ja, maar dan... nou, niet persoonlijk, want dat is natuurlijk in Nederland een heel groot complex van, van coalitiegenoten en, en verschillende instituties. Maar ja, ik vind dat Nederland in de afgelopen twintig jaar in ruimere zin slordig bestuurd is. Ja. Maar nu bekijk je het vanuit het belang van het land en dat Rutte dat ook voorop heeft staan, het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij verslaafd is aan de macht. Dat hij denkt zo, blijft er lekker zitten. Ik denk dat iedereen tot op zekere hoogte verslaafd is aan de macht. En alles wat daarbij hoort. Ook, ook iemand die zo, zeg maar, zo gewoon doet, gezellig doet, als Rutte. Nee. Zonder meer. Dat, dat, misschien herkent hij het zelf niet eens. Maar dat het er is, daar ben ik van overtuigd. Maar hij is niet een gevaarlijke patiënt op dit moment. Nee nee, 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 dat klopt. Ik bedoel, het is niet zo dat hij een contract afsluit om, om Hoekstra dood te schieten of zo. Dat nee. zal. Uh... Dat zal ze niet voordoen. Denk je dat de karakters van Rutte en Kaag goed samen gaan? Volgens mij zou, zou, zou dat heel goed samen moeten gaan. Kaag is een intelligente, professioneel getrainde vrouw. Eh, waarom zij systematisch wordt uitgescholden op een meer dan lullige manier, dat begrijp ik. Eerlijk. Nou ja, ik dat is volkomen onterecht. Maar zij heeft natuurlijk een zekere elitaire uitstraling. Ja, dat kwam ook uit zo'n onderzoek, dat dat de woorden zijn die. Ja, ze... en, en dat, dat is in Nederland tegenwoordig dodelijk. Hè? Je, je moet, moet gewoon als, zijn. Je, als je niet met gewoon naar het café kan, dan, dan ben je toch wel. Arrogante lul. Hè? Hoogmoedswaanzin. Moet je zien. Nou ja, dit. Ja. Ja, dat, overigens is dat natuurlijk niet de stem weer van het ganse Nederlandse volk. Dat is een, nou ja, dat is de rechtse fractie natuurlijk. Ja. Terwijl ik ook een documentaire over haar heb gezien van haar werk in het Midden-Oosten achter de schermen. En ook hoe ze daar met haar kinderen omging. En dan komt ze heel normaal over. En dat, maar dat laat ze niet zo zien. <laughs> ze is heel normaal ongetwijfeld. Het is een Authentiek, intelligente, sorry. bekwame, ja. professioneel getrainde vrouw. Ja, dat is het. Ja. Dan hebben we hier Jelle, Jelle Mars. Die zegt: Het is nog niet bekend of Rusland uh, en Belarus worden uitgesloten voor de Olympische Spelen. Maar de sporters die kunnen met een neutrale vlag onder bepaalde voorwaarden wel deelnemen aan de Spelen. Moet het IOC Rusland en Belarus volledig uitsluiten van de Spelen? En is het laf dat ze nu nog geen beslissing durven te nemen? Ik heb geen idee. Ik, heb, uh, ik vind het idee dat, ze, dat die Russen en die Wit-Russen eventueel deelnemen. Uh, mits ze uh, geen enkele vorm van steun genieten van hun uh, overheden. Ja, dat vind ik ook wel redelijk. En tegelijkertijd heb ik ook wel begrip voor die Oekraïners die zeggen: Nou, echt onder geen beding gaan we met die luide spelen in. Dus ik, ja, ik, vind, ik ben blij dat ik het beslissing niet zelf hoef te nemen. Nee. Vandaag vond ik uh, op een bepaalde manier troost, zegt uh, Jos van Alphen in uh, de podcast van Maarten, waarin hij refereert nadat mensen in een slecht huwelijk treuriger achterblijven. Onze zoon van Raphaël is namelijk 12 maart overleden en die had deze week 28 moeten worden. Uiteraard zijn we treurig, maar ook trots op wie hij was en uh, wie hij is geworden en ook op hoe zijn vriendin en vrienden hem herdachten. Iemand die misschien niet goed had uh, opgelet uh, bij uh, filosofie, maar wel conform de leer hoe als mens omgaan met de omgeving. Gravel was fan van de podcast, boeken en het tijdschrift van Maarten. En heeft mij negen maanden geleden ook in ieder geval aangestoken. Zodat ik regelmatig luister naar de podcast, zegt Jos van Alven. Oh, mooi, dank u wel. Beste Maarten, zou het leuk zijn als er een 2-euro-munt van de Unie van Utrecht komt? Vroeger <laughs> hadden we die ook van de Rijksdaalder, zegt Stefan uit Hakersbergen. Van mij maar, maar <laughs> Ja, god. Tessel had nooit nog eens een eigen stuiven. Ik heb het tenslotte. Ten slotte hadden we potjes vol met tessels en stuivers. Ik weet, ik weet volgens mij nog steeds niet of die dingen bruikbaar zijn, ja of nee. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Dat is vaak een herdenkingsding, toch? Zo ja, dit, nogmaals, als herdenkingsmunt. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar vind je dat als historisch interessant? Want dan kun je natuurlijk, over honderd jaar kun je daar nog iets uit afleiden. Nou, ik moet zeggen, ik, ik heb dat Penningenkabinet, waar was het ook ergens in Den Haag, was dat, dus jaren geleden? Ja, vond ik wel interessant, ja sowieso de geschiedenis van munten en het muntwezen, dat is wel een interessante zaak, ja dat vind ik. Je moet maar op het idee komen om een munt te maken. Ja. Ja. En dan moet je een muntwezen, en dan moet je natuurlijk zorgen dat niet iedereen munten kan maken. En dan moet je nog zorgen dat de mensen de, de munten niet gaan vervalsen. Ja, of dat ze de munten, hè, wat ze dan deden bij die oude zilveren gouden munten, dat ze de randjes eraf knipten. Ja, waardoor ze in feite minder waard waren dan ze waren geweest toen ze geslagen werden. Dus nee, ik vind het muntwezen een hoogste interessante zaak. Heb je daar al eens een uitzending over gemaakt, hoe zo'n munt gemaakt wordt? Uh, hebben wij ooit in, het, in, in de munt hier in Utrecht een uitzending gemaakt? Nee, volgens mij niet. Maar ja, ik heb er 150, we hebben er 150 gemaakt of zo. Ik, maar ik, dacht, ik dacht het niet. Hm. Dan hebben we hier Dirk de Visser, die reageert nog even op het gesprek tussen Poe en uh, Xi. Hij zegt, volgens mij was het helemaal geen gezellig gesprek. Want als ik me goed herinner, heeft Xi in het begin van het conflict heel duidelijk gemaakt dat China tegen de inzet is van nucleaire wapens en het plaatsen van deze wapens in derde landen. Wat doet Poetin? De wielen zijn nog, naar, nog net niet van de landingsbaan af. En hij maakt bekend dat de nucleaire wapens naar Wit-Rusland gaan. Ja, God, dat is ook van een... Ja, van een onverantwoordelijk soort van kinderachtigheid. Ik kan daar maar één ding uit, uit concluderen. Ook dat is weer een symbolische actie. Ja, hij voelt zich benaard. Hij weet dat het niet goed gaat. Dus hij is voortdurend bezig om met het enige instrument wat hij heeft om, om, om ons, laat maar even zo zeggen, diegenen die de Oekraïne steunen, om die te bedreigen of te proberen die bang te maken. Hmm. En natuurlijk leeft er wel een zekere angst dat. dat He, dat ja, het nucleaire uh, 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 gebeurtenissen toch niet, he, niet helemaal 100% zeker kunnen worden uitgesloten. Ik denk helemaal niet dat het ervan gaat komen, maar goed, uh, escalatie, dat kan een hele, hele vreemd traject, kan naar doorlopen. Hij heeft ook nog wat stilke statistieken die je zullen aanspreken. China die heeft in het jaar 2100 nog maar 600 miljoen inwoners en Rusland krimpt van 160 naar ongeveer 60 miljoen. Waarvan het grootste gedeelte oud en kreupel is. Nu al in China is het grootste gedeelte boven de 60 jaar van de mensen. Ja, dat is allemaal volkomen juist. Dat hebben we ook al eens besproken volgens mij. Ja, ik denk dat je deze man getriggerd dat hebt. Dat demografisch zit China hoogst ongelukkig in elkaar. Maar demografisch zitten in feite praktisch alle min of meer ontwikkelde landen hoogst ongelukkig in elkaar. Verreweg de beste meest effectieve methode om, om de mensen te laten stoppen met kinderen krijgen is welvarend worden. Hoe welvarender je bent, hoe minder kinderen ze krijgen. Je ja, had toch ook nog een uh, statistiekje waar de jongste mensen wonen? Welk land was dat nou ook alweer? Nou, dat is ergens in Afrika. Zonder enige twijfel is dat ergens in Afrika. Hoezo zonder enige twijfel? Waar leid je dat dan af? Dat daar nog een enorme hoeveelheden kinderen worden geboren. Mm, Oké. Okay. Ja, dus de klassieke maat van twee, maximaal drie. Dat is daar. Uh, je, hebt, je hebt toch die, die, als je die projecties ziet, die zijn vrij. Uh, dat Afrika dus over het eind van deze eeuw 4,5 miljard inwoners heeft of zo. Ja, of dat gaat gebeuren weten we niet, maar dat, dat, de, de projecties zijn wel van deze aard. Annemieke Maarten, wat vind je van het feit dat een leraar in Florida ontslag heeft moeten nemen... ...omdat hij aan 11 en 12 jarigen de Davidse van Michel Angelo in de les besprak? De ouders vonden dat beeld pornografisch, zegt Annemieke Couch. Ja, ja ik vind dat verschrikkelijk. Amerika is in allerlei opzichten een klote land. Niet waar? Daar, hoe heet het? Er worden nu allerlei boeken weer ook uit de bibliotheken opgeruimd en zo. Eh, omdat de mensen dat er dan. Eh, ja, ja hoe, zal ik dat nou, hoe moet ik dat nou zeggen? Amerika heeft voortdurend last van dit soort van fenomenen. Amerika is een dichtgetimmerd land. Waarvan een aanzienlijk deel van de bevolking, zeker tussen de kusten. Niet bijste hoog is opgeleid en, en natuurlijk nog eens zeer religieus uh, getint is. En bovendien uh, uh, vaak ultra-rechts is. Dus ja, wat moet je ermee? Ze hmm. zijn allemaal heel praktisch gevormd, al is mijn indruk ook wel eens dat ze zelfs dat niet zijn. Maarten, uh, ik wil je nog eventjes uh, wat meegeven zeggen, Lies Brandhof. Het lijkt erop dat je je meer bent gaan aantrekken van commentaar van uh, anderen en vooral van die vreselijke negatieve twitteraars. Kun je de rommel niet gewoon beter negeren? Ja, dat heeft ze groot gelijk in. Natuurlijk moet je dat negeren. Maar ik, ik, ik vind het ook interessant om de vijand te zien. Ik weet dat hij er is. Je zegt altijd dat je moet je verdiepen in de, wat de tegenstander zegt. Hè? Want dan kun je je eigen argumenten ja. beter maken. Zeker. Ja. Ik, ik wil ook wel weten wat de idiote argumenten zijn. Ja. Ja, dan de vraag. In Amerika heb je het constitutionele hof die de wet toetst aan de grondwet. In Nederland is zo'n beoordeling verboden. Is het volgens u wel of niet goed dat rechters wetten kunnen toetsen aan de grondwet? Ik ben daar falikant in. Hebben we al een keer, keer gehad van mij die toetsen, vraag. Omdat het toch uh, de hele zaak gepolitiseerd raakt mm. in no time. Dat hele toetsingsproces is al een politiek proces. Dus doe dat niet. Laat de rechter gewoon uitspraken doen op basis van de wetgeving die we hebben. Ja. En dan is er ook nog een Europese regel waardoor de bekende Utrechtse kraampjes moeten verdwijnen. Wat, vindt... Wat moet verdwijnen? Bekende Utrechtse kraamverkopers die moeten weg door een Europese regel. En er is iemand die, die vraagt van hoe zit dat nou? Korstiaan is dat. Ik heb geen idee. Ten eerste weet ik niet waar de kraampjes zijn. Op de markt denk ik. En wat is er tegen die kraampjes dan? Nou, daar is een bepaalde regel, maar dat moeten we even induiken hoe dat zit. Daar heb ik nu niet de informatie van. Ik dus heb uh... nooit van gehoord. Ja. Dan hebben we nog. Uh, je hebt het gehad over die mannen die aan die 1700 meter hoge wand uh, de Dawn, Wall, wat was dat, hingen? Nee, dat was de uh, El, Tomico... Capit El Capitan heet dat ding. Oké. Okay. Ja, er is in ieder geval een film ook over gemaakt in 2017, zegt uh, uh, Jeroen. Um, het is echt een bizar verhaal, zegt hij. Ze doen er weken over en kamperen inderdaad met een soort tent die ze recht in de muur slaan. Het is eventjes om Maarten zijn geheugen op te uh, frissen. Dus je kunt er nog een film over zien. Ja, onderzien. nou is die El Capitan, dat is ook zo, ik geloof ook, 1700 meter of zo. Dat heeft die man dus met blote handen in no time, in uh, 2,5 uur of zo, beklommen. Ja. ja ik geloof dat hij een paar jaar later ergens anders naar beneden gedonderd is, maar... Oh, ja. Ja, Ik weet het niet helemaal, maar ik zal het. Ik zal er onderzoek naar doen. Okay. Jeroen geeft nog even dat door, door raad dingen waar ik niets van begrijp waarom mensen dit soort van dingen doen. Nee. nee. Dan, ja, de, Utrecht heeft de beste concurrentiepositie van Europa. Ja, dat was interessant. Hadden we het daar al over gehad, of niet? Dat weet ik niet. Maar je hebt daar wel eens wat over wat gezegd. Dirk zegt van Maarten mag trots zijn op uh, zijn regio. Maar voelt hij dat ook zo? <laughs> nee, <laughs> ik voel me het. Het, het hele trots zijn op dingen waar je zelf niet veel mee te maken heeft, heeft, hebt. Dat, daar heb ik er weinig last van. Dat is toch op het niveau dat, je, dat, dat Nederland niet waar vol trots is als we ergens bij het voetballen winnen. Daar ben ik nooit trots op. Ik heb niet, kan niet voetballen. Eh, waarom zou ik er trots op zijn? Hè? Het, het verbaasde mij wel, moet ik zeggen. Natuurlijk, er is hier veel bedrijvigheid, maar ik dacht, ja, ze kijken naar Amsterdam en nou ja, Eindhoven. Maar ik heb het toch wel eens eerder verwezen naar dat. dat is dat niet een stuk van Koen Teulings? Die de uitleg... Fabrikse Econoom is dat? Ja, die uitlegde ergens, ook al jaren geleden. dat natuurlijk het meest welvarende en dynamische stuk van de Nederlandse economie. dat is een soort boemerangvormige uh, constructie, die begint bij Haarlem en die loopt dan naar rechts naar Amsterdam. Ja, Amsterdam is natuurlijk ook een stad. die vooral na de Tweede Wereldoorlog uit zijn as herrezen rezen is. Moet je die foto's. zo'n fotoboek van Amsterdam. in 1947. nou, je denkt verdomd dat het Calcutta is. Het is verschrikkelijk gewoon. En dan van Amsterdam, daar zit Schiphol natuurlijk ook in. En dan naar beneden naar Utrecht. En nou ja, Utrecht, dat kun je wel zien natuurlijk. Kijk, Utrecht heeft een grote universiteit. Utrecht heeft een omvangrijk science center. Uh, uh, Utrecht is. Bij mijn weten, een van de hoogst opgeleide. Sorry, theoretisch. Er zijn erg veel theoretisch opgeleide in Utrecht. En ik geef toe heel weinig praktisch opgeleide. waardoor mijn cv niet op tijd kan worden gerepareerd. Maar goed, even afzien hiervan. Ja, dat is naar het schijnt al betrekkelijk lang zo. Daar liggen ook de onroerend goedprijzen ver weg op het hoogste. Even over die praktisch opgeleide. Weet je wat ik van de week hoorde? Dat je dus, je hebt van die, op internet heb je van die plekken als je een loodgieter zoekt, dan kun je dat daar intypen. Ik ben van Rossum en ik zoek een loodgieter. En dan moet je opzetten wat je, wat je zoekt. En euh, <laughs> er zijn heel veel buitenlandse mensen die weten als wij onze echte naam daar neerzetten, Mohammed. dan worden we niet uitgekozen door, door Nederlandse mensen. Want die zeggen, nou, allemaal gezeik met die buitenlanders, dat willen we niet. Dus die noemen zichzelf dan Peter. Gelijk, hè, dus die, ook die noemen zich dan Peter. En dan komen ze aan de deur, en dan denken veel Nederlanders, is dit nou Peter? Maar ja. het schijnt dan Mohammed te zijn die dan even de, de cv komt repareren. Ja, het schijnt ook dat mensen, dus met, met zeg maar islamitische namen, dat die ook bij, bij stages en zo niet uitgenodigd worden, geen kansen krijgen. Ja, het is allemaal van een verbijsterende kinderachtigheid. En, en, en het is natuurlijk een vrij simpel en vervelend vooroordeel, maar. Ik zou ook zeggen dat ik like Peter heet. Ja, precies. Ik vind het wel slim bedacht. Ik, ik, ik dacht, als ik nou in Marokko dat werk zou doen, hè, dan heb je het omgekeerd. Dan zou ik ook zeggen, ik ben Mohammed. En ik kom wel uh, eventjes uh, de schoorsteen uitvegen. Maarten, ik ben vrachtwagenchauffeur, zegt hier iemand. Dat is toch ook praktisch opgeleid, hè? Ja, aan jou is dat ook een grote theoretische kennis. Toevoegen. Roenie van der Linden. Hij zegt: Ik wil toch eens eventjes van me laten horen. Ik ben een groot fan van je. En ik heb ook een perfect beroep om alles te luisteren, namelijk internationaal chauffeur. Voor mij zit je niet achter in een kleine Audi, maar op de bijrijderstoel van een dikke DAF. Hij zit de hele dag te lullen en ik geniet met volle teugen van je. Alleen s'nachts naar Maarten luisteren die een schilderij bespreekt, is wat te veel gevraagd. Dan komt de vangrail soms wel erg dichtbij. Oh, Oké. Okay. Dus ik heb ook heel veel geleerd al die tijd. Dankjewel daarvoor. Nog een kleine aanvulling op het onderwerp tanks. Kan Maarten iets vertellen over de Panzerkampwagen? Oftewel de mouse. Wat ja. bezielde de Duitsers toch om een tank te bouwen van 188 ton? Ja, dat is het. bij de tankbouw. Het bestaat eigenlijk vanaf het moment dat ding verzonnen is. Een, een, een onverstandige neiging om ze steeds groter en zwaarder te maken. Omdat je dan denkt: dan zijn ze nog onkwetsbaarder enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk is, is in de praktijk altijd gebleken dat een. Laten we zeggen, een wat terughoudende benadering van. Van gewicht en zo, dat dat veel handiger is. Want dan kun je ook harder rijden door het terrein. En... Ik denk dat, dat, dat die bekende Leopard 2, Dat dat wel een beetje de max is. Ik denk ook dat die Abrams-tank. Dat dat al te veel van het goede is. Hmm. Ik denk aan de T-34 in de Tweede Wereldoorlog. Wat natuurlijk een relatief lichte en kleine tank was. En heet die inderdaad de Maus? Nee, dat is dat Duitse ding. Dat oh, is een okay. idioot ding. Volgens mij is Porsche, ook de Ferdinand, de, de, de autoontwerper, daar ook nog bij betrokken geweest. Maar dat, dat is inderdaad een, een signaal van waanzin. Net als die reusachtige kanonnen die de Duitsers gebouwd hebben. En die superkanonnen. Schew, niet goed over nagedacht. Wilden ze imponeren daarmee of wat was het idee? Ja, bij die superkanonnen die hebben natuurlijk ook een enorme, gigantische loop. Maar het bleek al snel eigenlijk dat ze 15 keer geschoten hadden, of zo, heel weinig in ieder geval. Moest die loop weer vernieuwd worden. Oh ja, dat is niet handig. Nee, daar is niet handig mee. Nee, 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 nee. Maarten, ik wil nog, daar hebben we veel reacties over gekregen, over de wolf. Ah, de wolf. <laughs> niet op de huid, ze heuvelrug, liever. Ik wil er even op reageren. Ik woon zelf in Zuid-Friesland. En bij ons en verschillende omliggende regio's is de wolf echt wel een plaag voor de eigenaren van kleinvee. In de gebieden waar de wolf zich bevindt kun je vee- en huisdieren zoals bijvoorbeeld geiten en ponies... ...s'nachts niet veilig buiten laten staan. Dat, ik neem dat aan dat dat zo is. Ik begreep dat uit onderzoek blijkt dat uh, 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 honden eigenlijk in allerlei opzichten... ...zich aanzienlijk frequenter met dit soort van zaken en met dit soort van overtredingen bezighouden dan uh, wolven. Omdat er natuurlijk ook veel meer honden zijn. Maar ja, ik ben geen voorstander van een... Uh, laten we zeggen, een, een, een brede tolerantie van een wolvenpopulatie in Nederland. en de eenvoudige reden dat ik vind dat Nederland daarvoor veel te dicht bevolkt is. Het is voor die wolven ook niet leuk. Nee. Dus ik zou zeggen, twee roedels op de hoge veluwe en laten we ons daartoe beperken. Vergeet niet dat hele grote delen van Europa, laten we het weer eens in Europese kader zien. En ruim voldoende mogelijkheden bieden voor, voor wolven. Zeker naarmate je naar het oosten komt. Slowakije, kijk eens niet op een wolfje. Renier. Uh, zelf vind ik het een hele leuke podcast. Ga zo door. Jullie hoeven er weinig aan te doen. En ik blijf luisteren. Ik denk dat de Sovjet-aura, waar we het de vorige keer over hadden, een marketing -truc is van Poetin. In werkelijkheid wil hij zijn land afsluiten. En dat gaat makkelijker met een gedeelte van Oekraïne. Nou ja, ik vind die natuurlijke grens. Als een je beetje, een beetje start bij Litouwen. Ja, want de drie. De drie uh, uh, de Baltische staten zijn natuurlijk al lid van de Unie en ook lid van de NATO trouwens. Finland wordt nu ook lid van de NATO, is ook lid van de Unie. Uh, en, en je trekt het zo'n beetje, beetje schuin naar beneden door, dan, dan zie je wat, wat ik zelf verwacht op de, op de langere termijn. Ik kan verder geen enkele uitspraak doen over het wanneer of het hoe. Dat landen als Wit-Rusland en de Oekraïne tenslotte denk ik ook tot de Europese Unie zullen behoren. Ja. Het noodlot van, van Rusland is natuurlijk dat het te groot is. Maar, wat moet je ermee, hoor? Het, het rijkt tot Vladivostok. Ja. Dus het, het, ja het is ook zo'n ongelukkig land in allerlei opzichten. Dus het, het, ja, ik, dus maar maar een, een uitbreiding van de EU met, met Wit-Rusland en Oekraïne acht ik zeer waarschijnlijk. En dan dus ook met Moldavië en, en ja. Dat transnisterie, dat moet ook opgelost kunnen worden, lijkt me dat probleem zo. Mm -hmm. Verschrikkelijk kan dat niet wezen. Hey, nog even voor de agenda. Uh, 11 mei, uit mijn hoofd, is dat in, uh, op de Radboud Universiteit, hè? In de even avond. Ik denken. 10 mei, kom, oh mei, nee, mei, dat is zo ver weg. Of ik dan nog leef, dat durf ik niet te zeggen. <laughs> ik leef eigenlijk met de week. Okay. Also, ik sla die bladzij om en ik heb zo'n hele grote agenda. En dan sla ik de blad, ja, dan schrijf ik ook allerlei andere dingen in. En dan sla ik de blad op, en dan zie ik pas, o jee, dat is waar ook, dat is te veel. Schrijf je nog week. geen dagboek dat je iedere dag even opschrijft wat je gedaan hebt? Nee. Ik heb in mijn leven meerdere pogingen gedaan om een dagboek bij te houden. Maar die zijn allemaal gestrand in, in een soort van, van, hoe zal ik dat zeggen, obsessieve ijver. Want als ik dan eenmaal begon te schrijven aan dat dagboek, schreef ik wat twee uur door. Zal dus ik een gigantisch essay geschreven over alle mogelijke zaken? Met allemaal zijn en dat de, en de volgende dag weer. En, maar ja, het, nee, dat begreep je, als ik daarmee doorging, dat, dat, dat moest ik met al die honderden bladzijden die dat tenslotte op zou gaan leveren? Dus ik ben eigenlijk door. Ik ben in het dagboekenmakerij gestrand door ijver. Ja, oh, En ik kun... heb ook wel eens begrepen dat, dat. Kijk, heel veel van dagboeken van beroemde mensen zijn gewoon geschreven om. Later gepubliceerd te worden. Thomas Mann en zo, daar ben ik absoluut zeker van. Eh, maar heel veel gewone dagboeken bevatten altijd enorm, achteraf gezien, hele onnozele dingen. Vandaag om kwart over acht op. Eh, ik kon de bananen van gisteren niet vinden. Ik ben even gaan. Maar, maar dat is dit soort van dingen waar je achteraf van zegt: ja, we moeien nou er eens naar mee. Schreef dus jij dat soort dingen ook op? Nee. Want ik, ik verviel altijd van. Ik, ik deed dan van: Ik, ik ben uh, om kwart over negen in het park gaan wandelen En dan denk ik: van, Wat interessant die parken. Hè, want, hoe ziet een park er eigenlijk uit? Wat zijn de minimum eisen aan een park? Uh, uh, dat is natuurlijk een heel specifieke vorm van, van natuurbeheer, om het maar even zo te zeggen. En voordat ik het wist, had ik dan uh, 3000 woorden over parken geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, dat is niet zo verschrikkelijk zinvol. Nee, ik vond juist dat gedoe van: uh, uh, ik heb vandaag een nieuwe vulpen gekocht. Dat vond ik allemaal niet zo interessant, eerlijk gezegd. Nee, dat begrijp ik wel. Hé, hey, en dan nog even over die pensioenmensen. Uh, wat, wat vond je daarvan? Vond je dat interessant? Oh ja, dat heb je wel mij gestuurd. Dan is Nicole jarig op die dag. Dat heb ik je ook nog. Uh, het ging erom wanneer de pensioenmensen hun, hun. Om één uur in Amsterdam. Ja. Ja, Ik weet helemaal niet of zij het viert. Of dat, 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 dat moet ik dan. Ik, dat en weet of, ik eigenlijk niet. Maar en of dat om één uur is. Wat moet ik tegen die lui zeggen? Want die zitten natuurlijk te bellen. van hey, heb Oh, je die, die beetje, bellen nu. Okay. Weet je al wat? Zeggen ze dan. Okay. Nou, dat kunnen we zo regelen. Als het in de middag is? Of was het, zei je dat het één nee, uur, uur was? Om één uur s middags, ja. Ah, Dat kunnen we wel doen. Oké. Okay. Dan geef ik ze dat door. Ik kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat het dansen om één uur begint. Dus dat, nee, nee, nee. Dan moet je iets vertellen over de pensioenwereld. Daar weet ik geen wonder van, behalve dat ik zelf met pensioen ben. En ik kan wel zeggen. Dames en heren, misschien ziet u op tegen het pensioen. Het is een dolle tijd. Het is, het is een van de beste periodes van mijn leven geweest, het pensioen. Ja, maar wacht even. Daar zit... Ik begrijp aan het eind van de rit. ik, ik krijg een vreselijke ziekte, ga ik dood. Maar zover is het, geloof ik, nog niet. En tot nu toe, ik ben nu 15 jaar met pensioen. Ja. En ik kan maar één ding zeggen. Ik vond het een hele prettige tijd. Even kijken. Hier de inbreng zou zijn: de nieuwe geopolitieke orde. En hoe oh dat, ja, dat was het. En hoe dat beleggen pensioenfondsen gaat beperken. Dat was het. Dat ja. wil ik best doen. Ja. ja, Ik beleg toch niet. Dus wat dat betreft kan ik er wel iets en over zeggen. En het zijn pensioenfondsbestuurders die in de zaal zitten dan. Ah. Nou, dan gaan we het over de wereldmacht hebben. He? Oké. Okay. Okay, dan geef ik die man door dat je kunt, tenzij je. Uh, en ja, dat, uh, ze gaan dat natuurlijk aankondigen. Dan gaan ze maar zeggen, doen we het als podcast? Het wordt of... een combinatie. Dus uh, je gaat en een lezing doen en er komt een podcast. En dat gaan we ook bij de Radboud Universiteit doen, want die bestaan 100 jaar. En als je nou zit te luisteren en je denkt, nou hartstikke leuk. Ik heb binnenkort ook een uh, evenement, dan moeten jullie naartoe komen. Nou, stuur ons even een bericht. Dan kijken we wat er uh, mogelijk is. Nog twee afleveringen die we eerder hebben gemaakt even aanstippen. Eén, de aflevering over de treinen. Nou, dat heb ik al verteld aan het begin. En we hebben ook een aflevering gemaakt over het natieverleden van Oostenrijk. Mocht je die gemist hebben, hij staat in de show notes, dan kun je hem terugluisteren. En wil je nou geen enkele aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. Dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Nederland was volledig uitgekeken op die volksmoment. Wie het dukt, dat was nu de man. Dat was de man. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding... staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor. Zoek je trouwens nog een andere podcast tip, dan heb ik misschien iets voor je. We hebben het eerder met Maarten gehad over de failliete Silicon Valley Bank. En de angst die nu bestaat is dat andere banken ook besmet raken. Met andere woorden, dat die ook omvallen. Een deskundige reageert daar nu op en geeft aan hoe reëel die angst is. De link naar die podcast vind je in de show notes.